Buurtagenda Leidse Rijn. Links onderin logo gemeente Utrecht. In deze video zie je een aantal voorbeelden van activiteiten van de Buurtagenda Terwijde. Ilko Ehrenberg, wethouder Leidse Rijn. Alle culturen van de wereld kwamen hier via de muziek naar binnen. En dat is eigenlijk heel erg passend bij onze wijk. Want ook deze wijk is de hele wereld in een postzegel. Mireille Hulzebos, sociale sportschool. Nou, ik ben Mireille. Ik ben een van de trainers voor de sociale sportschool. En dat doe ik hier in Utrecht bij woonzorgcentrum De Ingelanden en De Drie Ringen. En daar gaan we elke zaterdag met de bewoners naar buiten om te sporten. En ik denk dat het mooiste is dat we en met ze naar buiten gaan en in beweging zijn. Maar vooral de grote lach die je op het gezicht van iedereen eigenlijk ziet tijdens de training maakt het echt de moeite waard om mee te doen. Deelnemster sociale sportschool. Ja, ik vond het heel nuttig om een beetje meer te bewegen dan anders. En, de sfeer is heel leuk, dus ik doe het graag. Frida Verhagen, Wandel Je Happy. Wandel Je Happy is opgericht eigenlijk door een idee van de buurtbewoners. Omdat de mensen zich veilig wilden voelen in Terwijde, omdat ze mensen wilden ontmoeten. De eenzaamheid tijdens de corona was echt een crime voor een heleboel mensen. In het park hier in Terwijde groeten we elkaar tegenwoordig weer. Gewoon een kleine groet, of een goedemorgen, een goedemiddag, een klein smalltalkje. Van, heb je dat gezien op de televisie? Dat is zo waardevol voor de mensen. En een groet alleen al is eigenlijk een bevestiging, ik mag hier zijn. En als je een groet teruggeeft, is dat een bevestiging aan de ander, jij mag hier ook zijn. Dat geeft een harmonieus gevoel en het geeft een gevoel van veiligheid. Veiligheid hier in Terwijde. Buurtagenda, Parkwijk Zuid en Terwijde. Meedenken of meedoen? Kom langs of mail ons. Wijkbureau Leidse Rijn, Brusselplein 4, Utrecht. leidserijn@utrecht.nl. utrecht.nl/buurtagenda. Links onderin logo gemeente Utrecht.